En bij de Poezeboot in Amsterdam zijn ze maar wat blij met de beloofde donatie van Forum voor Democratie-Kamerlid Theo Hiddema. Als Hiddema inderdaad doet wat hij zegt, ontvangt de dierenopvang ongeveer 14.000 euro. Het zou het bedrag zijn van de teveel ontvangen onkostenvergoeding. Judith Gobets is beheerder van de boot, maar ze heeft nog geen bericht gehad. Ik vind het geweldig natuurlijk dat u dat doet. Weet je, Mina, dat is niet niks. Dus ik hoop snel contact met hem te hebben en om te kunnen spreken. Lijkt me spannend. We hebben niet meteen een bestemming. Als het zo'n groot bedrag is, zou je natuurlijk aan de boot zelf kunnen denken. En anders hebben we gewoon een aardig buffertje voor je weet maar nooit wat er gebeurt.